Dames en heren, van harte goeiedag. Welkom bij deze nieuwste uitzending van de Lucky D Show. Het is een dingen-uitzending, hoe noem je dat? Een exclusive, dus het is niet de donderdag-uitzending. Dus probeer dit zoveel als mogelijk te sharen, zodat genoeg mensen hier aan mee kunnen doen. Het verhaal is heel erg simpel. We willen heel veel weten wat er gaande is om onze Nacho. Wat gaat er gebeuren met Aaron Winter? Gaan we spelen in november? En we need to give the people what they want. Dus we hebben onze hele speciale gast Brian Tevreden erbij gehaald, die ons meer duidelijkheid kan geven hierover. Brian, van Wakami Brother. Ja, ik ben een ziektebed. ben ik er. Mag niet klagen, dankjewel. Good to hear. We gaan meteen met de deur in huis vallen, maar we willen het ook een beetje leuk en luchtig houden. Dus de eerste vraag die we voor je hebben: hoe was de afgelopen transferperiode? We moeten even een korte inleiding doen. We werden ermee geconfronteerd dat Stanley Menzo een aanbod heeft gekregen in China. Hij ging weg. En toen hij wegging, toen was het van, gaan wij een bondscoach hebben? En toen was er binnen een maand tijd een interim bondscoach. Die heeft vervolgens twee oefenwedstrijden afgewerkt. En wij willen gewoon graag ook van jou weten, hoe heb jij die afgelopen periode ervaren? Ja, natuurlijk druk. Om te beginnen had Stanley zijn aanbiedingen natuurlijk kreeg uit China. Dus het was meteen schakelen eigenlijk. Om dat netjes af te ronden bij de bond. En eigenlijk meteen doorschakelen om een nieuwe bondscoach te zoeken. En ja, dat geeft wat mis, jongens, sorry. Eigenlijk was het lastig. In de zin dat je met iets bent begonnen. En dat je daar niet kan afmaken. En dat je met een andere bondscoach moest. Maar ik denk dat we in Aaron meteen hebben kunnen doorschakelen. In een goede kandidaat. En ik denk dat het goed is verlopen de afgelopen window. Oké, wat was jouw persoonlijke ervaring de afgelopen friendly window? Hoe heb jij het ervaren als persoon, Brian Tevreden? Druk. Druk, Dieren, zoals je weet. Ja, heel druk. Maar ik wel prettig. Het is altijd goed om mee met die jongens te zijn natuurlijk. En de stafleden. Aaron kende ik natuurlijk al vanuit mijn Ajax-periode. Als trainer zijnde. En ik moet zeggen dat Aaron het prima heeft gedaan. Goede connectie met de staf, goede connectie met de spelers. Dus al met al, ik denk dat het een goede win was. En ik heb het goed als prettig ervaren, moet ik zeggen. Zeer positief. Kan je ons een beetje meegeven wat Aaron zo goed gedaan heeft de afgelopen friendly window, volgens jou, vanuit jouw perspectief? Nou ja, wat ik heel belangrijk vind is... kijk, toen we met Stanley zijn begonnen, ik denk dat Stanley een professionele fundering heeft neergezet van hoe we moeten werken natuurlijk. Aaron is daarentegen eigenlijk doorgaan op het werk van Stanley. Daarnaast, wat ik heel goed van Aaron vind, is natuurlijk communicatief met de jongens sterk bezig is natuurlijk. Heel duidelijk is in strijdplan, heel duidelijk is in zijn trainingen. Dus en de sfeer zit er goed in. En dat is wel heel belangrijk, vind ik. Oké, guys, nogmaals, probeer deze video zoveel als mogelijk te sharen, zodat we deze groep eventjes kunnen laten groeien. Het verhaal ziet er als volgt uit. We gaan met Brian praten over het vervolgtraject met Aaron Winter, dus dat gedeelte komt. Dus wees voorbereid daarop. Als je vragen hebt, kun je ze in de comment sectie meteen stellen. Vervolgens gaan we praten over de nieuwe spelers die er mogelijkerwijs aankomen. En vervolgens praten over wat gaan wij doen in november. Dus zo ziet het programma eruit. Share dit zoveel als mogelijk. Als jullie geen andere vragen hebben, kunnen we overgaan naar het volgende punt. Hebben jullie nog vragen over de afgelopen window, guys? Nou, de vraag die natuurlijk iedereen wil weten, en daar kan je ook antwoord op geven. Hoe moeilijk is het om de volledige spelersgroep bij Interland bij elkaar te krijgen? Men was heel erg gepikeerd erop dat Becker en Charles Sherry er niet bij waren. Is er iets, je bent zelf profvoetballer geweest, is er iets waarmee de kijker geen rekening houdt als het gaat om of mensen beschikbaar zijn voor de Interland of niet?
Nou ja, allereerst wil ik zeggen dat ik zelf ook overigens zeer teleurgesteld ben in de gang van zaken. Hoe dat is verlopen. Omdat ik zelf ook contact met ze heb gehad. Maar kijk, natuurlijk weten we niet wat er achter de schermen gebeurt. En alles wat ik heb begrepen is dat er vanuit de club bepaalde druk wordt uitgevoerd op spelers. Waar ik zeer en zeer teleurgesteld over ben. Dus daar is het laatste woord ook nog niet over gesproken. En dat heb ik tegen de bond ook gezegd dat we dit niet moeten accepteren. Want ik bedoel, als het Nederlands elftal was geweest, dan waren die jongens er wel. En ik denk dat we vanuit de bond ook een bepaalde statement moeten maken van... als het al niet zo hoog is, zijn we nog niet daar waar het Nederlands elftal is. Er moet een begin gemaakt worden. We zijn aan het professionaliseren. En dan horen dit soort dingen horen er ook gewoon bij. Dus ja, ik was daar zeer teleurgesteld over. Maar wat ik net al heb gezegd... er zitten natuurlijk andere krachtenvelden dat er... ja, wat ik net al zei, de clubs... die een behoorlijke druk erachter zitten. En als ik nu over Becker heb, die het fantastisch doet. En ja, waarschijnlijk dat ze bang zijn dat hij geblesseerd raakt of overbelast wordt. Dus, maar dat vind ik nog steeds, dan moeten ze gewoon netjes communiceren. En niet op de manier hoe het nu is gegaan. Dus daar was ik zelf teleurgesteld over, de bond ook en Arend, zeer zeker. Dus daar is het laatste woord ook nog niet over gesproken. Als ik hierop meteen mag aansluiten... ik heb vaker in de programma's die we hebben gedaan hierover mijn kritiek geuit. En ik vind dit fenomeen van, want nu hoor ik dat inderdaad er ook een zekere mate van druk is uitgeoefend vanuit de teams op de spelers. Om eigenlijk een keuze te maken van je gaat of je gaat niet, weet je wel. En als je gaat, dan is je plaats niet geregeld of weet ik veel. Allerlei toestanden die er kunnen gebeuren. Maar dit is een fenomeen waar niet alleen Suriname mee te maken heeft. Er zijn verschillende landen. We hebben het laatst gezien bij het toernooi in Afrika. Hoe noem je dat? Afrikaans kampioenschap. Waarbij ook op spelers druk is uitgeoefend. En door Europese spelers, coaches met name, heel laconiek wordt gedaan over dat toernooi en noem maar op. En moeilijk wordt gedaan om spelers vrij te geven. In hoeverre... want je hebt het ook aan de bond kenbaar gemaakt, heb je gezegd. Maar dat we niet moeten accepteren. Maar in hoeverre heb jij, kun jij zwart op wit aan de bond adviseren om dit eens een keertje, samen met de andere landen die daar ook last van hebben, in onze regio, de CONCACAF, maar ook eventuele andere regio's zoals het AFC in Afrika, om dit bij de FIFA aan de orde te stellen, om de teams tot de orde te roepen van dat dit niet kan. Dat men niet kan omdat het maar om volgens hun kleine landen gaat en het niet zo belangrijk is in hun ogen, dat we de spelers beschikbaar krijgen voor onze nationale elftallen, dat er op een of andere manier altijd wel druk wordt uitgeoefend op de jongens. Soms kan ik het wel begrijpen, in zekere zin, bijvoorbeeld Becker, ik heb zelf aangegeven, van ik kan me voorstellen dat men op dit moment Becker heel erg, weet je wel, wil beschermen dat hij geen blessure, want hij is hier belangrijk voor Union Berlin. Gisteren hebben we het weer gezien, hij heeft weer gescoord in een belangrijk duel. Dus ik kan me iets voorstellen, maar dat is wat je zegt, de communicatie moet dan ook helder en duidelijk zijn en op tijd, zodat jullie eventueel daar rekening mee kunnen houden. Maar niet dat het zo is dat er altijd een manier, een soort van druk wordt uitgeoefend op ons en we geen gebruik kunnen maken of moeilijk gebruik kunnen maken van onze key spelers in ons elftal, en dat dit nou eens een keertje collectief bij de FIFA, door de verschillende landen die daar last van hebben, aan de orde wordt gesteld om er nu eens een keertje paal en perk aan te stellen, want het kan echt niet zo doorgaan, en het gaat gekker worden. Nee, ik ben mee met je eens, Jeff. En Dion kan het beamen, Dion was daar, ik was not amused, ik was eigenlijk best, ik moet het rustig zeggen, maar echt agressief, heel erg. Zeer teleurgesteld om precies om de reden nou, hoe we wat en hoe ze naar ons kijken als club zijnde. En kijk, ik ben daarentegen ook nog mijn achterhoofd gevallen. Er zijn een aantal keren dat dit soort dingen zijn gebeurd. Dus je kan het ook feitelijk bewijzen dat die jongens gewoon een aantal keren achter elkaar afzeggen. Maar uiteindelijk wel 2 dagen dan op het trainingsveld staan. Dus die bewijzen hebben we allemaal. Maar ik ben nu aan het evalueren met de bond. Over het hele gebeuren, over de laatste window. En dit staat zeker hoog op de agenda. Oké. Okay. Goed geluid. Ik hoop dat er wat uitkomt. Ja, laten we meteen verder gaan. Want we hebben niet heel lang. Laten we meteen gaan over evaluaties gesproken. Iedereen wil weten hoe verder met Aaron Winter. We hebben hem allemaal als heel erg prettig ervaren. Amano en Chimang. Dus naar mijn gevoel wil iedereen
die nu aan het kijken en luisteren is, verder met Aaron Winter. Om mee te beginnen, wat is het proces waarin we nu zijn? Hoe ver in het proces zijn we? Nou ja, het proces is, en we hebben afgesproken als interim bondscoach. En iedereen denkt natuurlijk als twee wedstrijden interim bondscoach is natuurlijk voor een langere periode. Alleen, we hebben nu gewoon deze twee wedstrijden gekeken wat hij ervan vindt en hoe wij erin staan. En dat is gewoon goed bevallen. Wat ik heel duidelijk kan zeggen is dat de bond groen licht heeft gegeven om met hem te onderhandelen. En heeft aangegeven dat ze willen houden. Ik heb vanmiddag nog gesproken over andere dingen. Ik ga volgende week weer met hem zitten. En wat ik net al zei, we zijn nu aan het evalueren hoe de window is verlopen. En vanuit Aaron is het ook gewoon prima verlopen. En het is nu gewoon kijken naar zijn wensen om dat in te vullen en hem te behouden voor de SVB. Dat is het proces en dat kan ik er ook. Ja, ik kan een heel lang verhaal houden, dus, maar... Aaron wil graag blijven, wij willen Aaron graag houden. Dus het is nu naar elkaar toe proberen te komen. Okay, een goed verstaande liefde half woord nodig. Precies. Ja. Oké, zijn er... Wil je delen waar het allemaal van af zal hangen? Zijn we al in die fase? Komt goed. Aaron is een type die natuurlijk ook een aantal wensen heeft. En dat zal natuurlijk financieel zijn, dat zal natuurlijk toekomstplan zijn, dat zullen toezeggingen zijn. Ik bedoel, als je ergens in staat, wil je natuurlijk ook bepaalde toezeggingen hebben. En daar zijn we nu mee bezig. Is het ook organisatorisch? Zeker weten, zeker. Dat lijkt me duidelijk. Wat ik al zeg, Aaron is een coach die her en der heeft gewerkt op een goed niveau. En wij bij de... Oei. Ja, heel vervelend. Wij bij de SLB zijn nog niet zo ver, maar we willen wel ergens naartoe werken. En ik moet daar wel zeggen, en moet ik heel eerlijk zeggen, dat... Ik heb de afgelopen periode met Brian gewerkt en hij wordt om de 10 minuten wordt hij letterlijk gebeld. Sorry. Zo is het in real life ook, dus geen probleem. Heeft in elk geval onze volle aandacht. Ja, dus gaan we verder, Brian. Ik moet de bond wel een compliment daarin geven dat ze alle ondersteuning daarin verlenen. En wat ik mooi vind, dat ze daar in de evaluatieproces waar we nu in zitten, echt specifiek naar dingen vragen en dingen die wij terugkoppelen. En daar geven ze ook wat toezeggingen voor, dus daar ben ik wel blij mee. Oké. Ik denk, Dion, voordat we doorgaan, want er zijn al heel veel comments die vragen naar nieuwe namen, spelen we in november. Maar toch wil ik even een comment erbij halen, dus deze comment van Luis. En ja, we hebben veel discussie gehad over onder andere Eja Dakrit. We hebben heel veel discussies gehad over, zeker op het moment dat Kleiber uitviel, waarom de selectie volledig was gericht op de oudere spelers en eventueel spelers uit de Surinaamse competitie erbij halen. En of er een moment is geweest waarbij er is gedacht om een speler als Dakrit toe te voegen aan de selectie, of dat daar toch nog een gat tussen zit waar het of logistiek of vanuit het niveau niet haalbaar was. Nou ja, kijk, natuurlijk ga je kijken naar bepaalde spelers. Alleen laat ik wel duidelijk maken, dat bepaal ik niet. Hè. Dus dat is wat de bondscoach bepaalt, dus dat wil ik wel heel duidelijk kenmer maken. Ik bepaal dat niet. Want anders had ik op de bank moeten zitten, dus dat de bondscoach bepaalt dat. Natuurlijk help ik hem wel mee om dingen in kaart te brengen, maar uiteindelijk is de bondscoach met zijn staf die de beslissingen maakt. Ik heb het ook voorbij zien komen over Dakrit. Kijk, Dakrit speelt in de tweede elftal. Hij speelt ook niet altijd. En we moeten wel realistisch blijven, vind ik. Want we benoemen allemaal namen. En ik ben zelf voorstander van jeugdspelers. Ik denk dat Bonskos ook. Alleen, we moeten wel realistisch blijven in kwaliteit met CDC. En Eja heb ik zelf ooit getraind bij Ajax. Ik weet dat het een jongen met veel potentie is. Alleen, je moet ook kijken wat je nu ook beschikbaar hebt. En jongens vanuit Suriname of jongens die nog niet zoveel minuten hebben gemaakt met eerste, die moet je ook kansen geven. Ik denk dat het veel belangrijker is en dat Eja veel minuten gaat maken en ook zijn debuut in het betaald voetbal gaat maken voordat je in aanmerking komt bij Nacho natuurlijk. Dus daar moeten we gewoon realistisch in blijven. En het is helemaal goed dat mensen ook naar de jeugdspelers kijken, maar we moeten wel realistisch blijven, vind ik, en naar minuten en in kwaliteit kijken.
AJ heeft heel veel potentie. En die wordt zeker gevolgd door de bondscoach. Oké, dan gaan we over naar, laten we overgaan naar november. Er is, ik denk dat we hierover hebben gesproken. Kijk, in de volgende window die volgt is november. Eigenlijk volgens mij een dag nadat we het hierover hadden, verscheen er een officiële brief van de FIFA dat er gespeeld mag worden in november. Wat wil je hierover zeggen, Brian? Ik wil er veel over zeggen. Natuurlijk hebben wij het gezien, we hebben al een deal, je bent er zelf bij geweest dat we over deze optie hebben gesproken. Ook daar zijn we met de bond mee bezig. Wat ik wel eerlijk kan zeggen is dat er ook een moment is voor de lokale spelers. Dus daarin is de bond kijken wat handig is. En we moeten ook wel eerlijk zeggen, die brief is er, maar dat geeft nog steeds geen garantie dat spelers, clubs spelers gaan afstaan. Maar daar hebben we natuurlijk nog steeds mee te maken. We kunnen straks gaan inplannen en dan zitten we straks weer met 10 tot 14 spelers. Dus daar moet je ook naar kijken. Dus we zijn nu die inventarisatie aan het maken. En toestemming en vragen aan clubs of ze het willen doen, ja of nee. Hebben we genoeg spelers, dan zitten we naar te kijken. Hebben we het niet, dan is het misschien een goed moment voor de lokale spelers om het ABC S-toernooi, als ik het goed zeg, om die te gaan spelen. Dus die inventarisatie zijn we aan het maken. Maar natuurlijk geeft de bond toestemming of vrijheid om te kijken om te spelen. Is er dan een longlist of een shortlist van landen waar jullie eventueel tegen, of waar Nacho eventueel tegen zou kunnen sparren? Ja, we zijn natuurlijk aan het kijken naar welke landen we willen spelen. En dat moeten natuurlijk wel goede landen zijn, want we willen natuurlijk ook een upgrade in wedstrijden. Ik heb natuurlijk ook heel veel dingen voorbij zien komen waarom we tegen PEC Zwolle hebben gespeeld. En ik snap dat, ik begrijp dat. Alleen de bondscoach die heeft er opgestaan die twee wedstrijden wil spelen. We zijn eigenlijk in een korte tijdsbestek is er een wedstrijd afgezegd. Dus ga dan maar een wedstrijd zien te regelen, dat is gewoon moeilijk. We waren heel dichtbij bij twee wedstrijden. Alleen, ja, er komen de financiële plaatjes bij kijken. En daar kan je gewoon niet aan die wensen voldoen. Alles doen om zomaar €100.000 in de voor een wedstrijdje te willen spelen. Dus we zijn hartstikke blij dat PEC Zwolle ons wilde ontvangen en dan tegen ons hebben gespeeld. En ik denk dat het een goede graadmeter is geweest, maar we kijken naar heel veel opties om te spelen. Ik wil daar toch even vragen over stellen, want er wordt heel geheimzinnig gedaan over welk land het is. We hebben recent gezien, denk ik, bij de Oranje Vrouwen, dat ook daar een land is uitgevallen. En ja. In Nederland komt het gewoon meteen bam in het nieuws. Dit land oefenwedstrijd gaat niet meer door, dus we spelen tegen clubs. Is er een bepaalde reden waarom het land niet bekend is gemaakt? Nee, dat is niet vanuit mijn kant, moet ik zeggen. Ik weet het ook niet vanuit de bondskant, moet ik zeggen. Ik weet ook niet waarom het... we zouden tegen Aruba hier in Nederland spelen. En het was puur omdat er ook heel veel Arubanen hier in Nederland wonen. En Suriname, dus dat is een mooie gelegenheid. We zouden eigenlijk ook... we wilden wel Curaçao in Nederland spelen. Alleen Guus Hiddink die werd natuurlijk ontslagen, dus dat viel ook weg. En dat was gewoon puur omdat we veel Antillianen hier wonen, veel Arubanen en veel Surinamers. Dus dat is een mooie gelegenheid. Alleen Aruba heeft het laatste moment afgezegd. Dus die viel weg. Ik ben wel nieuwsgierig. Ik ben wel sorry. Ik ben wel nieuwsgierig. Wordt er dan weer een poging Curaçao te spelen? Sorry? Ja. Wordt er weer een poging gewaagd om... Oh ja, tuurlijk. Dat is het ABCS-toernooi. Ja, maar het ABCS, het zou wel, als het ABCS-toernooi komt... Weer nieuw leven wordt ingeplaatst. Nou, is het de bedoeling dat Curaçao en Suriname met hun volwaardig team, of is het juist van... Nee, daar kan ik gewoon eerlijk en open zeggen. Kijk, als dat ABCS-toernooi weer komt, dan denk ik dat de lokale jongens gaan spelen. En dan zal ik ook zeggen waarom, omdat... De clubs gaan daar geen toestemming voor. Het is ook geen officiële window. Dus de clubs hoeven die spelers niet af te staan. Dus dan heeft het ook geen zin om je professionele spelers daar naartoe te sturen. Met één of twee spelers. Dus dan geven die lokale jongens gewoon een kans. Want ook die moeten een kans krijgen. En die moeten zich ook kunnen ontwikkelen, vind ik. En het is voor de bondscoach ook een goed moment om naar te kijken. Naar die spelers. Oké. Helder allemaal. Next topic. Nieuwe spelers. Elke week word ik gevraagd, jonge Brian. Wie zijn de nieuwe spelers? Komen de nieuwe spelers? We gaan de vraag die ze aan mij stellen, gaan we naar jou kanaliseren nu. Hoe staat het met het recruteren van nieuwe spelers voor onze nationale selectie? Nee, goed. Gelukkig, dat is natuurlijk geen makkelijk proces.
Ja, daar moet ik gewoon eerlijk in zijn, omdat in het verleden zijn natuurlijk dingen gebeurd. Die jongens horen natuurlijk hier ook verhalen. Dus je kan niet een telefoon oppakken van, hey, jongens, wil je even Suriname spelen? Er hoort de presentatie bij, er hoort bedenktijd bij. Er hoort nog een gesprek bij. Een gesprek met een vrouw, een gesprek met moeder, vader, makelaar, noem het allemaal op. Dus er zitten echt wel processen bij. Dus, maar ik kan wel zeggen dat er een grote groep spelers aankomt, ja, zeker. Ik wil eventjes hierop inhaken, want je noemde daarnet dat er allerlei verhalen eronder doen. Ik heb zelf aan de orde gesteld dat ik vind dat vanuit de SVB met name toch wel wat meer duidelijkheid moet komen over de voorwaarden waaronder de jongens zich kunnen aansluiten bij Nacho. Want er is niet zo lang geleden een artikel verschenen in de krant, waar trouwens de vorige bondscoach hoofdmoot was. Het is zijn laatste grote interview bij de waarheid geweest. Waarin ook een commentaar van een of ander deskundige, vreemdelingenrecht waarschijnlijk, ik weet het niet precies, die zou hebben gezegd, er kwam een quote in voor, het komt erop neer, woorden van gelijke strekking, dat degene die ervoor kiezen om voor Suriname uit te komen, kans hebben om hun Nederlandse nationaliteit te verliezen, of welke nationaliteit ze dan ook hebben. Bij mij weten klopt dat niet, maar er is ook vanuit de bond geen rectificatie komen van te zeggen van, hé, hey, want dit soort van dingen, als jongens van dit soort van dingen lezen, dan kan ik me best voorstellen dat sommigen twijfelen van, hé, hey, nou, als ik me aansluit, ik wil die mogelijkheid hebben om gewoon mijn Nederlanderschap te behouden, maar ook voor Suriname met een sportpaspoort te kunnen spelen. Zoals dat volgens die FIFA-regeling die mogelijkheid biedt, gewoon mogelijk is. En dat ze niet hoeven te vrezen dat ze hun nationaliteit, die ze mogen behouden, van ze wordt afgepakt als ze zich aansluiten bij Nacho. Dat soort van dingen moeten niet blijven hangen, vind ik. Want het kan voor vervelende situaties zorgen. Ik weet niet of je het met me eens bent, maar... Nee, ik begrijp wat je bedoelt, ik hoor wat je zegt, Jeff, maar dat is niet het probleem dat die jongens aan twijfelen zijn, absoluut niet. Ik hoor het voor deze kant. Ik zeg het kan. Ja, en je gaf aan dat niet vanuit de SVB rectificaties komen. Ik vind dat niet dat je op alles moet reageren. Maar ik lees maar dat is wel een heel cruciaal punt, hè? Hè? Nationaliteit verliezen is geen gek ding. Als dat soort gezegd, dat er mogelijk... Want in dat artikel is er wel in verband gebracht met de moeilijkheden die men zo had om nieuwe spelers te kunnen recruteren. Nou, wij zijn niet verantwoordelijk voor de persoon die dingen schrijft. Ik bedoel, mensen kunnen zoveel schrijven. Ik bedoel, het is altijd horen en wederhoor natuurlijk. En niet omdat het is niet vanuit de bond gekomen. Dus ik bedoel, morgen kan de journalist ook iets schrijven. Het was wel de bondscoach op dat moment die aan het woord was. En waarbij een deskundige, want ik kan me voorstellen dat je een artikel maakt waarbij je ook eventueel deskundig commentaar wil hebben op een bepaald vraagstuk dat aan de orde werd gesteld. Mm-hmm. En dat is officieel, het is een groot artikel, best lang artikel. Maar ja. ik vind, het hoeft niet uitgebreid, maar wel dat die duidelijkheid wordt gevraagd van die informatie, nee, die klopt niet, want zo en zo zit het. Ik zal het anders zeggen, Jeff, die informatie verschaffen we sowieso wanneer ze in gesprek zijn. Dus die dingen die de wereld in worden gebracht. En er worden zoveel dingen geschreven en onwaarheden en et cetera. Maar choose your battles. Ik denk dat je gewoon je vision moet houden, je visie moet houden. De mensen moet benaderen die je wil hebben. En dan hebben ze het vanuit het eerste hand en niet vanuit iemand die... Ik moet er voorzichtig zijn wat ik zeg, maar ik ga toch zeggen... Kijk, ik weet dat er heel veel politieke dingen aan de hand zijn. En het bestuur dit en het bestuur dat. Ik heb er niet zoveel mee te maken. Wat ik belangrijk vind is dat ik Suriname voetbal omhoog wil brengen. Die jongens bij Nacho wil brengen. Dat is voor mij het allerbelangrijkste. En dat die dan een keer dat roept, die andere roept weer een keertje dat, so be it. So be it. En ik vind dat het ook hoort, hè. Het moet ook. Hè. Want ik bedoel, het is wel nationaal belang, iedereen het is er trots. Maar er zijn ook heel veel mensen met andere bedoelingen. Daar heb ik wel moeite mee, moet ik zeggen. Oké, we hebben nog een aantal vragen. Ik weet niet of ik ze moet opzommen. Ik zie hier in de comments 3 vragen voorbij komen. 1, wat is het niveau van de nieuwe spelers die erbij komen? 2, is Kenneth Vermeer nog eligible om uit te komen voor Suriname? En 3, wat about het vrouwenvoetbal? Zijn jullie in contact om te bemiddelen voor de dames Nacho? Je vraagt 4 dingen tegelijk.
Laten we beginnen bij vraag 1. Wat is het niveau en wat voor type spelers kunnen we verwachten bij de nieuwe aanwas? Het niveau Europees. Je hebt jongens vanuit de KKD, dus keukenkampioendivisie. Je hebt jongens vanuit de Eredivisie. Jongens vanuit het buitenland. Het zijn allemaal verschillende types en in leeftijden, jong, mid, jong en mid eigenlijk. Het is niet dat de jongens zijn die eind 30 zijn, dat hebben we niet, omdat we willen vernieuwen en verjongen. Dus dat is wat ik kan aangeven. Er zijn verschillende type voetballers. Aanvallers, verdedigers. Oké, dan vraag Vermeer. Om mee te beginnen, is Kenneth Vermeer eligible om nog uit te komen voor de nationale selectie? En staat hij op de radar? Zo ja, waarom? En zo nee, waarom niet? Laat ik het anders zeggen. Ik ken Kenneth zelf ook persoonlijk wel goed. Kenneth is zo zeker besproken bij Stanley toen de tijd al. Hij is, als ik het goed uit mijn hoofd zeg, kan hij na drie of tussen 3 en 5 jaar kan je weer natuurlijk. Ik ben uitgekomen voor Nationaal Elftal, kan niet dus uitkomen voor Suriname. Natuurlijk onder protest, dat moet aangegeven worden waarom. Ik heb hem ook met Aaron besproken. Vooralsnog komt hij nog niet. Dat we hebben gezegd van we gaan hem oproepen. Omdat Aaron vertrouwen heeft in zijn keepers die hij nu heeft. Ik kan daar niet zoveel over zeggen, maar ik eigenlijk niet bepaal wie erbij komt of niet bijkomt, wel bijkomt. Dat is iets aan de bondscoach, vind ik. Maar dat is wat ik wel kan aangeven, dat hij vooral nu nog met Haan bezig is. Joey Roggeveen die eraan komt. En daar heb je Ishan Kort. Daaronder heb je nog een aantal jonge talenten. Ik heb die discussie ook voorbij zien komen. En dan zie ik iets voorbij komen. Pasveer is er ook. Dus omdat Nederland het doet, moeten wij het ook doen. Dus alles wat Nederland doet... Hoe werkt het niet natuurlijk? Nee, maar zo werkt het natuurlijk niet. En daarom zijn we best wel moeite met een aantal dingen. Natuurlijk moet je discussies hebben. Natuurlijk moet je topics hebben van hem over te praten. Maar hou het wel bij feiten. En hou het wel op kwaliteit. Ik zie sommige dingen voorbij komen. Ik denk van jongens. Dus omdat Nederland een pasveer heeft van een 38, 39 jaar in goal... Het is toch een slecht signaal eigenlijk in Nederland ook, dat er geen jonge keepers nu bereid zijn om te keepen. Dus omdat Nederland het doet, moeten wij het ook doen. Ik vind dat geen discussiepunt. Ongeacht dat Kenneth wel een goede keeper is, hè? Dus laat het wel heel duidelijk zijn. Alleen, er wordt geroepen, we moeten verjongen, we moeten jonge jongens erbij halen, et cetera, et cetera. Maar we gaan nu een keeper van 36, 37, die gaan we nu willen pushen, omdat Nederland het doet. Ik vind dat geen discussiepunt. Absoluut niet zelfs. Nee, dat is duidelijk niet. Als hij komt, moet hij om zijn kwaliteit komen. En ja. Hij kan met zijn 37 jaar nog een goede keeper zijn. Dus dat ben ik helemaal met je eens. De laatste vraag uit die comment sectie. We hebben nog 1 minuut. De laatste vraag is, wat gaat er gebeuren met de dames nationale selectie? Die hebben eigenlijk gezegd, of geen vertrouwen, het vertrouwen op in dit bestuur. We spelen niet zolang dit bestuur aanzit. Is er vanuit de tevreden groep dat jullie gaan proberen te bemiddelen, een situatie creëren waar er een compromis gesloten kan worden? Ja, natuurlijk. Ik ben er zeker voor open. En dat is ook een topic waar we over gaan praten. Dames voetbal, want ik vind dat natuurlijk dat we daar een goede stap in hebben gemaakt. Die dames hebben het fantastisch gedaan trouwens. Dus daar zijn we natuurlijk ook mee bezig om dat back on track te krijgen. En daar gaan we binnenkort mee in gesprek. Zeker. Ik heb nog 1 vraag, had ik ook in de comments voorkomen. We hebben uit de media moeten vernemen dat Javan Anderson, die al was geselecteerd door Suriname, mogelijk ervoor heeft gekozen, want hij was in duo, Suriname of Jamaica. Hij heeft laten doorschieten dat hij voor Jamaica zou willen uitkomen. Heeft hij dat officieel aan de SVB kenbaar gemaakt? Of een oprisping van hem en dat hij eventueel nog kan zeggen van ik speel toch voor Suriname. Wat is zijn positie op dit moment? Ik heb Javan zelf geholpen om naar Engeland toe te gaan. En ik heb dit gesprek ook met hem aangekaart. Javan zit gewoon in een hele moeilijke en een lastige situatie. Is natuurlijk met zijn moeder Surinaams, zijn vader Jamaikaan. Wat best wel een hele heftige discussie is geworden. Dus ik vind het eigenlijk sneu voor die jongen. Zijn paspoort bij Suriname is klaar. Hij is aangemeld ook voor Suriname.
Maar ik vind dat we die jongen even met rust moeten laten. In de zin van, laat hij daar zijn keuze goed in maken. Hij heeft niet gezegd... Sorry? Nog geen officiële... Dat is, maar dan zeg ik, er worden dingen in de media gebracht. En je hoeft niet op alles te reageren, vind ik. Maar die keuze is ook nog niet gemaakt. Oké. Thank you, Brian, voor je tijd. Dat is een van de strakste uitzendingen die we hebben gehad tot nu toe. Half uur precies. Zo moeten we het doen. Wat haast. Merk het. Wat zeg je? Ik heb haast. Je moet alles snel doen. Ik Brian, heeft nog tijd, jongen. Brian heeft nog tijd. Nee. Alles hier een stempel. We moeten door. Oké, mensen. Hey, thank you. Ik kreeg nog de groetjes van de man himself hier. Tony Pengel, die stuurt de groeten. Ja, dat is mijn broer. Dus guys, dank jullie wel. Brian, dank je wel voor je tijd. Chaluk, Jeff, dank jullie wel dat jullie zo op zo'n rap tempo dit toch gedaan hebben. Ik hoop dat de vragen beantwoord zijn. Ik zie in de comment sectie al voorbij komen dat er heel veel duidelijkheid is wat betreft dit verhaal. Dus dank je wel, Brian. Hebben we iets gemist? Anders wil ik afsluiten, heren. Nee, kijk, leuk nieuws waarmee we kunnen afsluiten. Nee, je ziet het niet zo goed, maar in elk geval, Almere speelt op dit moment tegen Jong Utrecht. En Jerry Hilterman die heeft weer gescoord. Tweede doelpunt. Dus mooi. Met de vrolijke, leuke noot af te sluiten. Ja. Hij doet het nog steeds fantastisch. Ja, leuk. Mooi te horen. Heerlijk. Brian, bedankt, mensen. Thank you for watching. En we zijn van de dag weer terug. Doei.